De voorzieningen die bij wet geregeld zijn voor gewezen presidenten zullen in het geval van ex-president Desi Bouterse worden ingetrokken. Hiervoor is er al een traject ingezet, liet president Chandrika Prasad Santokhi gisteren weten tijdens een interview met journalisten. Dit traject is volgens het staatshoofd gelijktijdig ingezet met de fase van de uitvoering van het vonnis in de 8 december strafzaak. De president geeft aan dat de rechter geen bijkomende straffen heeft opgelegd aan Bouterse. En dat wordt allemaal gecoördineerd van het kabinet van de president door de directeur Munsi. En de meeste goederen zijn al ingeleverd. De rechter kan ook bij het uitspreken van het vonnis ook bijkomende straffen opleggen. En die bijkomende straf heb ik niet gehoord. Dus wat dat betreft denk ik dat hij geen andere straffen gehad heeft dan die straf die we gehoord hebben tijdens de laatste hofzitting. En voor de rest zijn er voor wat betreft invullen van functies. Zeker voor president, vicepresident, bepaalde hoge functies zijn er wel wettelijke regelingen die vastgelegd zijn in de grondwet of andere aanverwante regelingen die zullen van toepassing zijn bij. Hoewel Bouterse zich vorige week vrijdag niet heeft aangemeld voor het uitzitten van zijn straf, gelooft president Santokhi dat Bouterse zich zal onderwerpen aan de uitspraak van de rechterlijke macht en conform de PG zal moeten handelen. Het staatshoofd benadrukt dat Suriname nog steeds rechtsstaat is en dat de opsporing geen aangelegenheid is van de regering. Santokhi merkt op dat dit vonnis belangrijk is voor de rechtsstaat Suriname. Het is niet een finale stap. Het is ook een begin, namelijk voor het helingsproces. En daar kijken we ook uit naar initiatieven vanuit de samenleving. Maar je kan best begrijpen dat de samenleving ook een beetje boos gaat worden. Dat alle betrokken personen die ook een beetje goed willen hebben om te werken naar het helingsproces. Dat als een ieder naar het proces wil kijken, één persoon kijkt er niet naar. Één persoon doet datgene wat de persoon denkt dat hij moet doen. Dat namelijk ook er een stukje, laat mij zeggen, minder bereidwilligheid zal zijn. Dus alle partijen moeten in ieder geval betrokken zijn. Alle partijen moeten hun medewerking verlenen. En dat, in dat geval is het ook bijzonder belangrijk dat ook de veroordeelden zich houden aan de rechtsstaatprincipes en het vonnis dat is uitgesproken. Hoewel er diverse meningen zijn, zegt de president dat Bouterse geen amnestie heeft omdat deze door het constitutioneel hof buiten werking is gesteld. Ook zou de Nationale Assemblée de amnestie